Ja, een hele goedemiddag, lieve vrienden. En welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ja, het is vandaag alweer reeds dinsdag. De 24ste van de 9e, 2024. En we leven om 12 uur 47. Erwin, die kan ook zo komen, hè? Ja, dus je blijft even binnen. Ja, en we zijn al buiten geweest, ook dat al. Ja, ik denk ik ga eerst lopen voordat ik jullie erbij pak. En in de keuken, het is nog één gigantische bende en daar kom ik ook niet aan toe. Marianne die komt en ik moet vlogs in elkaar zetten, dus ja, dat dus. En ik moet een telefoontje plegen, want ja, naar Kitty's heksenketel kijken of ze die bezems al binnen hebben. En als het, dan hoop ik dat het morgen ook nog weer is en dat ik ze morgen even op kan halen. Ja, het slechte weer komt er weer aan, helaas, ja. Hé, dametje van het goede leven. Dametje van het goede leven. Hé, Rijke, ben je lief? Ja, hè? Elwin ook lief? Elwin. Heel lief? Ja, hè? Ja, Elwing ook lief. Ze zijn allebei lief, ja. En ik had, ik wou een beetje doorlopen, want ik verga weer van de pijn met mijn knie. En dan moet ik doorlopen. En dan kan ik niet staan. Nee, en dan staan ze hier te snuffelen, dan staan ze daar te snuffelen. Ieder boompje, ieder paaltje. Oh, kan het niet eens een paar bomen doorlopen en een paar paaltjes doorlopen, denk je dan? Maar ja, die beestjes moeten toch ook wat doen. En die beestjes kunnen er niks aan doen dat ik zoveel pijn aan mijn knie heb. Ja, dat dus. Ja, en dat zit er wel in en gaat er niet uit. Nee. Hé, dametjes. Ja, en mijn rug. Hè. Mijn rug is ietsje minder dan mijn knie. En met zitten heb ik geen last. Met lopen heb ik geen... Ja, ik voel het wel. Maar met staan des te meer. Gewoon stilstaan. Dus ja, niet leuk. En wat het is, Joost mag het weten. Ik wacht nog een tijdje af. Want ik ben niet ziek of zo, weet je. Dus, maar dan desnoods januari, februari, die kanten op. Zal ik eens even, ja, misschien nog wel eerder, of misschien wel dit jaar nog. Ik weet het niet. Het ligt eraan hoe mijn neus staat. Ja, en... dan ga ik wel even naar de huisarts, maar niet naar mijn eigen huisarts. Nee, dan zoek ik wel, pak ik wel een collega. Neem ik wel een vrouw. Ja, toch? Ja, vrouw genoeg daar. Nee, ik kom hem liever niet onder ogen dan wel, want ik vertrouw hem gewoon niet meer. Nee. Had ze er geen één arts trouwens. Of ze moet ook een wappie zijn, maar... Hier in Den Helder, zover ik weet, zijn er geen één wappie hoor. Nee, zover ik weet niet. Maar ja, het doet er allemaal niet toe. Ik zal even een kopje afwassen van Erwin en mijn eigen kopje even afwassen. Tenminste van Erwin, voor Erwin. Omdat ze het allemaal bij de afwas, ja. Dus, nou ja, ik neem jullie wel eventjes mee. Wel ja, waarom ook niet, hè? Waarom ook niet? Ja, is toch ook gezellig? Is gewoon gezellig hoor. Ja, gewoon gezellig. En ik moet eerst even die daar weg hebben. En die optillen. Ja, die hebben we nodig. En die hebben we nodig. En mijn kopje hebben we nodig. En die is een schone schoteltje, ja. Dat is geen lepeltje, hè? Nee. Heb ik allemaal niet.
niet nodig. Helemaal niet nodig. Nou, dan gaan we mijn kopje eerst even afwassen. Ja. Dan denk je van, jij hebt afwas genoeg. Nee, ik heb heel weinig badden. Dus hoe lang die vaatwassen vol, nou dat vind ik zonde van mijn vaatwassen. En ik heb nu boven de wasmachine al wel weer draaien en de droger draaien. Dus ja, wat wil je, hè? Ja. Het gaat allemaal door, hoor. Ook zonder jullie, je moet het gewoon doordoen. En als ik boven bezig ben, na mij gewassen en aan te gekleed te hebben, dan ga ik eerst boven aan de gang. Want anders blijf ik die trap op en af lopen. Nou, dat wil je ook niet als je zoveel pijn hebt. Dus ja, wees slim en dan blijf je eerst boven. Anders. Ja. Hé, Rijka? Ja, toch, kind? Ja, echt. Zo. Water in de kan doen. Maar eerst daar dat afdrogen. Hoppa. En ik moet jou ook nog even afwassen, want ik heb jou nodig. Medicijnen innemen, maar dan heb ik een lepeltje bij nodig, want je moet 5 druppeltjes om, tenminste, ik mag 10 doen. 10 druppeltjes onder mijn tong doen. Maar je kan ze niet zien, hè. Je kan wel dan 10 keer erin drukken, in dat dingetje, maar je ziet niks. Wat eruit komt, dat zie je niet. Ah, en als het buisje leeg is, ja, dan komt er niks uit. Dat bedoel ik. Ja. Doekie. Hoppa. Dan moeten jullie ook even naar de kant. Ja, dat bord is heet, logischerwijs. Oh jee, oh jee, oh jee. Zo. Ik heb nou 4 borden. Goh, dat bedoel ik. Is niks. Groot spul, maar ik moet ook die gleuven vol krijgen. Ik heb 2 pannetjes in een schaaltje en kleine schaaltjes. Die kleine schaaltjes gaan sowieso al bovenin. Hè, dametjes van het goede leven. Hij is nog steeds koen. Nou ja, en de kal, ja, je ziet er een kalklaagje verschijnen. Ja, nou, blijf er nog aan. Zo. Hoppa. Ja, die kan ook eventjes de waterkraan eroverheen. En dat werd mij te heet. Zo. Nee, als Erwin er is, kan je naar buiten. Niet eerder. En Erwin is er nog niet. Dus dan blijf je gewoon nog binnen. Ja. Wil er heen naar buiten. Maar dat kan nog niet. Nee. Want Erwin die is er nog niet. Ja, dat dus. Hé, dat dus.
Gemeen, hè? Kom tegen mij zo. Ja. Ja, echt zo. Ja, en we zijn er blij mee. Enkel, ja, het zal Willy niet zijn dat die weer wat vernield, hè. Want je moet hem opladen met een USB. En we hadden hem aan de lader. Er zat een snoertje bij. Wat doet die truffel? Die steel, die kun je dus buigen. En dat is een horloge die ik hoor. Die kun je dus buigen, die kant op of deze kant op. Maar het snoertje zat erin, wat doet ze? Buigt ze om deze kant op? Ja, stekkertje kapot, tenminste, toen was ze los van het stekkertje. Ja, dat dus. Ja, hoe dom kun je zijn? Dom dus, maar wat past erop? Mijn snoertje van mijn lader van mijn telefoon. Mijn lader van mijn telefoon. Dus ja, dan doen we dat. Dus ja, en daar komt Erwin aan. Dus later. Ja, lieve vrienden, Erwin die is alweer een hele tijd weg. Ja, uiteraard hè. Ja. Marianne moet nog komen, die komt om een uur of drie had het over. Maar Kat, de vaatwasser leeg. En de Kat, de vaatwasser weer vol. En het aanrecht is weer schoon. Moet enkel nog even twee glazen opruimen, maar dat komt zo wel even. Dat kan in het kastje. En ik heb mijn pen in mijn hand, dat kan ik ook opruimen. Dus dat doen we ook. En ik probeer in ieder geval al even een vlog in elkaar te flansen voor mezelf. Die heb ik sneller klaar dan dat van Karin. Dat dus. En ik moet even de schoonmaakmiddel, de ontvetter, ook nog even opruimen. Dat zullen we gelijk even doen. Ja, dan is het maar gebeurd, hè? Ja. Dus, ja, dat dus. Ja, dat moet weer in de la, 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 in de la, 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 in de la. In de la, 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 in de la. Hoppa. Ja, daar kan ik weer niet bij. Moet ik ook staan. En de tweeën. Hoppa. Even een glaasje opruimen. Hoppa. En nog eentje. Hoppa. Hoppa. En moet mijn rok weer bij elkaar zien te halen. Zo. Hoppa. En dan moet ik hem weer los. En dan is het hup, die kant. En dan die kant eroverheen. Ja, moet wel gedaan worden. Anders rij ik er met mijn wielen eroverheen en dat is niet zo leuk. Nee, niet dat hij te lang is, maar hij is wijd. En als je gaat zitten, dan is hij eigenlijk voor het goede weer wel te lang. Maar met lopen niet, nee. En dus, maar in ieder geval, ja. Komt allemaal wel goed. Ik heb gewoon vol goede moed. Ik ga dus zo vast al beginnen. En dan kunnen we daar enkel weer tijd mee winnen. Om dat al hopelijk op tijd klaar te krijgen voordat ze komt. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie verder nog willen gaan moeten doen. Maar hou wel je fatsoen. Ja, dat dus. Ik ben een beetje aan het rijmen helemaal. Ja, Sinterklaas, pepernoot, alles ligt allemaal weer in de winkels. Dus ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dat dus. Er zit een vlekje op mijn bril. En ik heb een hekel aan vlekjes. Ja, dat dus. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En ja, vergeet mij niet. Nee. Als we toch blijven gedichten maken, ja, dan kun je net zo goed door blijven gaan. Ja, toch? Maar oké, ik zou zeggen, geniet een beetje mee. Tot later. Ja, dan ben ik weer. Ja. Ik heb al een vlog in elkaar. Die is nou aan het renderen. En dit, dat blauwe balkje volkomt.
En als die vol is, kan ik hem naar je toe brengen. Maar Marianne, die heeft ook alweer geappt. Die komt wat later, want die kreeg onverwachts bezoek. Kan gebeuren. Ja. Dus nou niet 3 uur, maar om 3:30. Oké, ik denk, nou ja, of je dat lukken gaat, ik weet niet. Als je onverwachts bezoek krijgt, ik weet het eventjes niet. Nee. Maar ja, dat geeft mij ook weer tijd, want ik heb een nieuwe vriendin. Dat ben ik jullie ook vergeten. Maar die vrouw waar ik die gewichtsdeken van heb gekregen, die had haar naam, et cetera, zodat ik haar kon bereiken, in mijn telefoon gezet. Maar ik denk dat ze het niet heeft opgeslagen, dus ik kan haar niet vinden. Dus ga ik zo vast een kaartje schrijven. En dan legt die ook klaar en dan kan ik dat bij haar in de brievenbus doen. Ze woont wel heel dicht bij Marianne, maar ik doe dat niet via Marianne, dat vind ik ook weer niet leuk. Nee. Dat is gewoon mijn pakje aan. En dan doe ik dat bij haar door de brievenbus met mijn telefoonnummer, adres, etc. Alles erop en eraan. Komt het toch ook goed? Ja, komt helemaal goed. Daar heb ik geen problemen mee. En ja, een hele leuke, lieve vrouw. Hartverwarmend. En daar hou ik van. Ja. En ik moet... nog wat. Ik moet Mirjam Eleveld nog even hebben. Want die had nog vragen aan mij gesteld. Maar die vragen ben ik dus wel kwijt vanwege dat mijn harde schijf kapot is gegaan. Dus Mirjam, het spijt me. Je had 2 vragen, maar ik weet niet welke vragen. Nee. Dus ja, je mag weer eens even na gaan denken. En je eens eventjes laten horen. Want ik hoor helemaal niks van je. Dus ja, lieve Mirjam, als jij deze ziet, deze vlog, want ik weet dat je me volgt. En bijna dagelijks weet ik veel. Je bent een van mijn, wat zei je toen? Je stalk me via YouTube. Zo was het, geloof ik. Mag hoor, ja, als het zo lang dan via YouTube gestalkt wordt, vind ik het helemaal niet erg. Hoe meer, dus te liever ik het heb. Wel leuk, wel grappig. Ja, maar in ieder geval, lieve schat, laat even wat van je horen, laat even van je weten en zet even je vragen. Als je ze uit je hoofd nog weet, zet je ze weer neer en anders verzin je me nieuwe vragen en anders vraag je het maar aan je dochter of wat dan ook. Ja, dus komt het helemaal goed, schat. Nou, dikke kus en ik hou van je en ik mis je. Ja, echt waar. Ik hoor van alles. Een hoop gril hoorde ik. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, we wachten Marianne ook af. En hij is al over, precies op de helft, 50% gedaan. Dus toppie. Ik zou zeggen, geniet ze en geniet mee. Doei! Die leggen er zo lekker. Rijke is een klein beetje nat, want die wou naar buiten, toen was het droog. Maar ineens begon het weer te plensen, dus daardoor is hij wat nattig. Kan er ook niks aan doen, maar het is nou eenmaal zo. En daar staat een bruin kistje met een blauw boek erop. Ja. En daar ligt ook een boekwerk. En daar zit onze Marianne. Ja. Dus we gaan zo meteen lekker even naar de gang. Ja. Toch? Of niet dan? Ja, en het is baggeren weer. Vies, nat. Weer. Ja, niks aan. Maar deze dametjes zijn zo lief. Oh, je bent een nat. Ba. Ja, je bent een nat. Je bent een nat. Ja, je bent een nat. Nat. Lek. En die ligt te snurken. Die ligt dus echt heel zachtjes te snurken. Ja, lekker toch. Heerlijk, dat ik. Maar oké, wij gaan ons vermaken. Toch? Ja. Ja. Ja, die liggen er lekker met z'n tweeën op de bank. En onze kleine meid weer helemaal lekker opgerold op dat kussentje.
Ja. En ja, jullie begrijpen het. Marianne is al lang al weg. Ja. En ook wij zijn al uit geweest. Want het was droog en het is nog droog. Ja, ik ben daar blij mee. Ja. Hé, meisjes. Lekker in ons warme huisje. Maar buiten is het ook echt nog niet echt extreem koud. Het was 17 graden dat we weggingen en ik had mijn dunne jas aan, dus het is te doen. Ja. En wat gaan we nu doen? Nou ja, ik ga even wat weggooien nog. Even een bakje koffie maken. Zometeen eten. En kijken of ik nog een vlog voor Karin in elkaar kan flansen. En dat moet ik doen. Ja, echt. Echt waar. Echt waar. Ja. Dat moet ik doen, ja. Kan er niks aan doen. Belofte maakt schuld. Zeggen ze. Ja, kan er niks aan doen. Blijf staan. Blijf. Ja, dan moet ik eerst daar naartoe. Dan naar Karin toe. 4 oktober. En hier ook. Ja, en ook eerst naar Karin haar kanaal toe. En ik geloof dat ik 28 september eerst moet doen. En dan die 1 oktober, tenminste oktober, weet ik welke het was. 4 oktober. Ja. Dus ja, die moet dan online zijn. Dus ik moet naar Karin haar account. Even een accountje verwisselen. Bemoei je er niet mee. YouTube. Geen geld hebben, ja, en lekker belangrijk. Ander account. Hoppa. Dankjewel. Dan moet ik bij haar naar YouTube studiootje. En dan moet ik naar content. Ja, zie je, ik moet dan inderdaad 28 september. Doen. Dus ja, dat gaan we gewoon zo meteen doen en dan moet ik ook een vlinder bij gebruiken, want dan mag er eentje met zijn gezicht niet op. Dus ja, dat dus. Komt helemaal goed. En ik werk graag met vlindertjes, vind ik leuk. Ja, vind ik gewoon leuk, vlindertjes. Dus het komt goed, zou ik zo zeggen. Dus, geweest gerust, komt allemaal goed. Zowel met mij, zowel met jullie, zowel met iedereen. Ja. Want God die is gewoon bij ons, daarom komt het wel goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En smakelijk eten, bon appétit. En mag het wel bekomen. En een hele fijne, liefdevolle avond. En tot later. Doei. Ja, de dames die zien wat lekkers, dus ze krijgen dat ook. Hé, joh. Moet ik er wel bij kunnen. Ga zitten. Pootje. Oh, yummy. Is dat lekker? Lekker, hè? Ja. Dat is zeker lekker, zeg maar. Ja, maar dat lusten we wel, zeg maar. Ja, lieve vrienden, het is weer de tijd om afscheid te gaan nemen. Ik ga zo met de meisjes even naar buiten toe verlopen, ondanks dat het al wel laat is. Nou ja, wat heet laat. Het is 20 minuten over 1. En dan gaan we zo meteen lekker verlopen. Ik heb ook nog even een broodje. En daarna gaan we hard naar boven toe. Ja, smak erover. En dat was een geikant. Hé? Ja, lekker smakken. Ja, het is vandaag ook tevens de 25e, de trouwdag van mijn mannetje en mezelf. Het lijkt net alsof die scheef staat. Dat ligt aan mij of zo, weet ik veel. Maar ja, het is de 25e september. En we hadden 16 jaar getrouwd kunnen zijn. Maar in plaats van dat we dat kunnen vieren samen, is die 7 jaar en 7 maanden van mij heen. Dat de tijd gaat hard, bikkelhard. En het leven is ook hard, nog harder
dan hard. Vooral zoals het nu eraan toe gaat. Maar ik ben ergens bang voor. En er zijn mensen die zitten nou nog te twijfelen om die prik te gaan nemen. Ik heb een vriendin op Facebook die zei dat. Ik zit te twijfelen, want ik had een plaatje gemaakt speciaal daarover. En ja, ik zal het jullie ook laten zien. Ook heb ik de vlog gedeeld van onze trouwdag. Ik zal hem eventjes openen met foto's. Zo, en dan draai ik jullie nog weer even om. En dan hoop ik dat jullie het kunnen lezen. En ik lees wel mee. Ik bid elke dag tot God om hem te vragen of hij meerdere mensen wakker wilt maken. Om zich niet te laten vaccineren door die hoge heren. Die in Den Haag peentjes zitten te zweten. Daar wij wappies zijn en het allemaal beter weten. Het is een feit wat waar is. Ja. Dus dat plaatje heb ik gedeeld op Facebook. Maar ook bij mijn vriendin. Ja, de muis. Ook bij mijn vriendin had ik het gedeeld. Zo. En die zegt er even goed onder. Nou, ook toevallig. Ik heb vandaag net een uitnodiging gekregen om weer geprikt te kunnen worden. Ze zegt, ik twijfel. Ik zeg, nou, ik zie, je moet niet twijfelen. Ik zie, je moet het gewoon niet doen. Ik zeg, ben je helemaal? Ik zeg, of je wil een kistje bestellen. Ik zeg, dat moet je zelf weten. Ja, dan ben ik zo hard ook nog, hè. Interesseert me niet. Dat interesseert me niet, maar het is gewoon wel een feit wat waar is. Denk na voordat je wat begint. Ja, en vooral met die vaccinatietroep. Het is, als je graag wilt hemelen, dan moet je ze nemen. Maar wil je graag blijven leven, dan moet je er tegenin gaan. En fel ook. Ja. Maar ja, mijn mannetje en ik, inderdaad, we hadden vandaag 16 jaar getrouwd kunnen zijn. En hij viert het boven met onze dierbaren die ons al voor zijn gegaan. En ik vier het in mijn met jullie, hè. Ja, en een hoop vrouwtje ook nog dat het even droog is, want dan kan ik even zo goed even naar de schoten toe, naar Kitty's heksketel, ja. Hé? Ja. Dus ja, lieve vrienden, wij wensen jullie ook nog een welterusten toe en slaap lekker, hè. Hey, lekker slapen moeten ze, hè. Ja, ja. Allemaal lekker slapen. Allemaal lekker slapen. Allemaal lekker slapen, zeg maar. Ja. Dat, ja. Gewoon welterusten, hè. Ja, hè. Lekker ding. Dat welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Jullie weten het. God die houdt over ons de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. En ja, het zal vandaag over mijn mannetje en mij gaan. Het is nou helemaal zo. Het is mijn trouwdag en daar wil ik mee stilstaan. Dus ik zeg het tot aan de andere kant van de nacht. Later. Doei doei.